Den Bosch won zaterdag met 6-0 van HGC, maar het duurde tot de 22e minuut voordat de eerste goal viel. Vandaag gaat het ook stroef tegen Bloemendaal in de eerste helft. Deze corner van Den Bosch, van Matla, keurig gepakt door Danique Visser, de keepster van Bloemendaal. En Bloemendaal houdt het op 0-0 in de eerste helft. Dat is een prestatie aan zich tegen de koploper, tegen Den Bosch. Maar dan na rust valt hij toch. Hier is Krekelaar die de bal krijgt. Een beetje een frommelgoal. Goed werk daar van Emmeline Onk. En Bloemendaal, ja, dat geeft die bal een beetje cadeau. Hier Visser, de verdediger van Bloemendaal, geeft hem cadeau aan Den Bosch. En dan is het appeltje-eitje voor Krekelaar. Na 48 minuten dan toch die voorsprong voor Den Bosch. Dat 2 punten los staat van Amsterdam. En dan let op, Matla met de backhand. Ze hoeft hem niet eens aan te nemen. Prachtige goal, haar 13e van het seizoen. De topscorer van de hoofdklasse. Heel mooi, hier kan Visser natuurlijk helemaal niks aan doen. Den Bosch natuurlijk nog zonder Margot van Geffen geblesseerd. Krijgt hier een corner en de kans op nummer 3. Maar deze wordt goed gepakt door Danique Visser. Bloemendaal zonder Nine Reina. Die een dag eerder tegen Kampong een zware knieblessure opliep. We zitten inmiddels al in de slotfase van de wedstrijd. Die 2-0 achterstand voor Den Bosch. En let u hierop, de bal komt hier bij Rosa Vernich. Een speler die normaal niet bekend is om haar technische moves. Maar vandaag wel een fantastische solo. Dito afronding in de 3-0 van Den Bosch. Nog eens goed kijken. Vernich hier met een panna. Een liftje. De hele verdediging van Bloemendaal het bos ingestuurd. En het afmaken is goed. Daardoor wint Den Bosch met 3-0 van Bloemendaal. HDM neemt het op tegen HGC. HDM liet zaterdag kostbare punten liggen. Speelde met 1-1 gelijk tegen Oranje-Rood. Dit is de 2e minuut van de wedstrijd. Tessa Beetsma in balbezit. Gaat goed de cirkel binnen. Wordt weliswaar gehinderd. Maar kan die bal in het uiterste hoekje prikken. Over keepster van Goudhoever heen. En brengt zo HDM al heel snel op een 1-0 voorsprong. En dat is ook de ruststand in Den Haag. Dit zijn beelden uit de tweede helft. Goede actie van de Argentijnse Fernandez. Speelt de bal door de benen naar Amy van den Bosch. En die scoort de gelijkmaker voor HGC. Passeert hier keeper Remmerswaal. Vorig seizoen nog spelend voor HDM. Deze van den Bosch. Dan dit moment. Jip Dieke speelt zichzelf goed vrij met de backhand. En die bal gaat knoeihard in de touwen. En zo is het 2-1 voor HDM. Geweldig mooie goal van deze Dieke. Dan denk je dat HDM die 2-1 voorsprong vast gaat houden. Maar een minuut later is het alweer raak. Hier krijgt HGC namelijk een strafbal. Want de bal wordt op de lijn gestopt door Eva van het Hoog met het lichaam, zegt de scheidsrechter. Dat betekent in haar ogen een strafbal. Achter de bal Dirkie Chamberlain, de Zuid-Afrikaanse van HGC. Scoorde al 6 keer dit seizoen en dit is haar 7e. Zij brengt HGC naast HDM. En dat is ook de eindstand in Den Haag. HDM-HGC eindigt in 2-2. Momenteel kommer en kwel bij Kampong. Speelde zaterdag met 2-2 gelijk tegen Bloemendaal in de laatste minuut. Kwam Bloemendaal nog op gelijke hoogte. Door de dus dure punten weer verspeeld voor de ploeg van Pieter Bos. En dan wacht vandaag de zware uitwedstrijd en de zusterstrijd in regio Utrecht tegen Stichtse. Stichtse krijgt kansen in de eerste helft. Hier Leurink, een dot van een kans, maar wat raakt ze hem slecht, international. Die corner van Maasakker. Via McFerrin, hier voor de stick van Lurik, kan vrij uithalen, maar bal gaat niet eens op doel. Dan aan de overkant. Corner voor Kampong, van Laarhoven. Komt niet helemaal lekker uit, moet slaan. Maar dan goed uitgelopen ook door Stichtse, daardoor Milou Jäger, nummer 17 van SCSC. Ervoor zorgt dat van Laarhoven niet helemaal vrij kan uithalen. Schot naast het doel van Heerbaard gaat. Heerbaard, oudkeepster van Kampong. Dan dit moment, Imhoff zet de aanval op. Bal naar de buitenkant en Imhoff loopt keurig door. En prikt de 1-0 voor Kampong binnen na 25 minuten. Dat is een mooie opsteker voor de Utrechters. De nummer 11 van de hoofdklasse, we zeggen dat nog maar eens. Ongelooflijk, maar waar. En Kampong neemt die voorsprong mee de rust in. Stichtse moet dus komen in die tweede helft. Enige ploeg die in de hoofdklasse alles won in 2021. Het komt hier op gelijke hoogte. Pien Dieke. Na 55 minuten, het duurde dus lang. Maar die gelijkmaker kwam er. De 11e van Dieke. De vieze topscorer van de hoofdklasse. Stichtse dat zaterdag zo'n makkelijke dag had tegen Laren na een half uur toen al 3-0. Maar worstelt nu met Kampong. Deze corner er ook niet in. Goed gepakt door McFerrin. Kampong wel onder druk.
Want er volgen nog meer corners. Idee is dus prima gekraakt. Maar ze moeten meer doorstaan. De ploeg uit Utrecht. Dit is namelijk de volgende corner. Jansen van Maasakker op kopcirkel. Niet lekker aangegeven. En daarom maar een variant bedoeld. En Kira Fortuyn, ja. Ze prikt hem binnen. Ongelooflijk zuur voor Kampong. Die niet best staat te verdedigen. Deze mislukte corner. En Fortuyn die duikt daarop. Ja, ze raakt hem niet eens goed. Maar het is genoeg om te scoren. En daardoor winst Stichtse ze wel met 2-1 van Kampong. Een echte derby in het Amsterdamse bos. Pinoquet krijgt Hurley op bezoek. Dat is geen garantie voor spektakel. Begin dit seizoen eindigt het heenduel in 0-0. In vorig seizoen won Pinoquet met 1-0. Dit is een corner van Hurley van Michels. Wordt keurig gepareerd door Kiki Gunneman. Bij Pinoquet vandaag geen coach Daan Sabel. Hij zit in quarantaine en wordt vervangen door zijn assistenten. Door Kiki Collot-Descurie en Karel Klaver. En zij zien hoe Pinoquet hier een strafcorner krijgt. Deze flinke beuk. Die strafcorner die wordt genomen door Murray. Een scrimmage. En het leidt uiteindelijk tot nog een corner. Hier nog eens kijken. Het schot van Murray. Gepakt door Van Dedem en dan blijft hij de bal daar een beetje liggen. Bij Hurley. Hurley dat zaterdag zo hard verloor van Amsterdam. Nieuwe corner dus voor Pinoquet. Ditmaal een andere kaart gespeeld, die van Daphne van der Vaart. En deze wordt goed tegengehouden door Van Dedem. Strafcorners, daar moest Pinoquet het van hebben. En hier is Lisanne de Lange. In twee instanties zorgt zij voor de 1-0. Dat gebeurt na een half uur spelen. Haar eerste goal voor Pinoquet speelt ze die overkant van Laren in de zomer. Hier weggetennis door Hurley. Probleem lijkt opgelost, maar ja, daar stond de Lange nog precies op de goede plek. En daarna die 1-0 ruststand voor Pinoquet. Dan de bal hier bij Kari Stam. Weg naar de cirkel. En het schot van Murray. En raak. 6 minuten na rust. De verdubbelaar. Josephine Murray. Vorige week ook trefzeker tegen Bloemendaal. Toen een intikker. En nu dus de 2-0. Hurley krijgt nog een kans om nog wat terug te doen. Maar deze poging gaat naast het doel van Pinoquet. En daardoor verliest Hurley met 2-0 van Pinoquet. En Pinoquet pakt 6 punten in dit weekend. Oranje-rood, de nummer 9 op de ranglijst, ontvangt Victoria, de nummer 10. Oranje-rood met 4 punten meer dan Victoria. Krijgt hier een eerste kans, maar een goede redding van Hanna Klunder in het doel van Victoria. Zo gaat deze eerste kans voor Oranje-rood verloren. Eerder dit seizoen, op 13 september vorig jaar, won Oranje-rood in Rotterdam met 3-0 van Victoria. Dan hier Victoria, krijgt hier een strafcorner, want Voormolen wordt getorpedeerd door Vivienne Peters. En terecht de strafcorner voor Victoria. Achter de bal Daphne Voormolen. Met een schot tussen de lijnstopster en de keepster in. En zo komt Victoria na 21 minuten op een 1-0 voorsprong. Goed schot van Voormolen. Het is al haar 5e treffer dit seizoen. Aan de andere kant strafcorner voor Oranje-Rood met Treintje Beljaars. Maar de redding is prima van Klunder. Hier nog een keer die push van Beljaars en de makkelijke redding van Klunder met het linkerbeen. Dit zijn beelden uit de tweede helft. Actie van Bente Sluiter van Victoria. Gaat goed de cirkel binnen daar. Schot wordt geblokt, maar wel op een voet van een verdedigster van Oranje-Rood. Dus een strafcorner voor Victoria. Victoria, de ploeg van coach Poirot, won dit seizoen alleen van Bloemendaal en van Kampong. Krijg je dus de kans op de 2-0... Maar de redding is prima van Sarah Sink in het doel van Oranje-Rood. Zo blijft Victoria aan de leiding tegen Oranje-Rood. Krijgt hier zelfs een kans op de 2-0. Het is de Argentijnse Cascalares met de backhand. Maar die stuit op keepster Sarah Sink. Hier zien we dat moment nog een keer. Met de backhand haalt de Argentijnse uit. Maar de redding is van Sink. Dan moet Oranje-Rood natuurlijk wat gaan doen aan die 1-0 achterstand. Krijgt hier een strafcorner. De bal ging omhoog in de cirkel. Dus gevaarlijk spel. Dus een strafcorner voor Oranje-Rood. Treintje Beljaars met de push. En de redding van Klunder. Uitstekend gedaan. De keepsters zouden allebei uitgroeien tot de beste speelsters van deze wedstrijd. Dan weer een aanval van Oranje-Rood. Beljaars stuit op keepster Klunder. Bal nog niet uit de cirkel verdwenen.
En dan een strafcorner zou je zeggen. Maar het wordt uitslaan voor Victoria. Dan weer oranje-rood. Met een voorzet en dan de tip-in van Treintje Beljaars op de paal. Jongen, jongen, wat een kans is dat voor Beljaars om de gelijkmaker te scoren. Maar haar inzet belandt ongelukkig voor oranje-rood op de paal. Dan in de laatste seconde van de wedstrijd krijgt oranje-rood nog een strafcorner. Maar de inzet wordt gestopt door Klunder en ook de backhand van Beljaars gaat naast dit doel. Zo wint Victoria met 1-0 van oranje-rood en viert het terecht feest. Amsterdam in het zwart in het eigen Wageningen Stadion. De nummer 2 van de ranglijst tegen hekkensluiter Laren. 3 punten slechts uit 11 wedstrijden. Dit is een voorzet van Kimberly Thompson. Een kans voor Amsterdam om de score te openen. Maar de voorzet van Maria Verschoor is te hoog en te gevaarlijk in de ogen van de scheidsrechter. Dan de strafcorner van Laurens Tam. En die gaat er gelijk in. Het is de eerste strafcorner van de wedstrijd voor Amsterdam. Werd veroorzaakt door Eva de Goede en keurig afgemaakt hier door Laurens Tam. Zij passeert keepster Adank aan de stikkant. En zo is het in de tweede kwart 1-0 voor Amsterdam. Dit zijn beelden uit de tweede helft. Amsterdam veel sterker in die wedstrijd. Maria Verschoor speelde een uitstekende wedstrijd. Bal bij Ilse Capelle en uiteindelijk is het Joey Haarman bij de tweede paal die de 2-0 scoort voor de ploeg van Robert Tigges. Hier nog een keer die actie van Maria Verschoor. Het backhandje op Ilse Capelle. En dan is het Joey Haarman attent bij de tweede paal. 2-0 voor Amsterdam. Dat allemaal in het derde kwart. Dan een strafcorner voor Amsterdam. Michelle Filet. Goed gekiept door Adank. Bal terecht bij Ilse Capelle. Maar die kan de rebound niet verzilveren. Spaarzame uitbraken voor Laren. Maar die leverde verder geen doelpunt op. Lang bleef het 2-0. Hier een goede redding weer van die Adank. Een van de uitblinksters bij Laren. Maria Verschoor met de vrije slag. Gaat heel handig de cirkel in. Maar haar bal gaat via een stik van een Laren-verdedigster over de achterlijn. Dit is Maria Verschoor, een van de internationals van Amsterdam. Dan weer een corner van Amsterdam. Een variant op Ilse Capelle, de aangeefster. Bal komt uiteindelijk terecht bij Michelle Filet. Schiet de goal. Redding van Adank. Intikker van Benninga. Uiteindelijk geeft Kimberly Thompson het laatste tikje en zij brengt de stand op 3-0. Hier nog een keer die variant van de corner. Het is Capelle die bal inbrengt. Benninga hier die nog Adank op haar weg vindt. En uiteindelijk is het Kimberly Thompson die het laatste tikje geeft. Amsterdam wint makkelijk en verdient met 3-0 van Laren.